Daar ben ik geen voorstander van. Dat je gevaarlijk vuurwerk verbiedt, volgens mij is dat al het geval. Dat is duidelijk. Maar je moet ook kunnen handhaven. In Leiden is bijvoorbeeld een deel van de binnenstad, of geloof ik de hele historische binnenstad, is vuurwerkvrij verklaard. Nou, dat kan. Dat kan een gemeenteraad doen. Dus er zijn allerlei middelen. Aan de andere kant zeg ik, als uiteindelijk de maatschappelijke kosten steeds toenemen, door het misbruik van vuurwerk en het gebruik van gevaarlijk vuurwerk, moet je niet uitsluiten dat je zegt, we stoppen ermee. Alleen, dan moet je gaan handhaven. En dan moet je dat kunnen en willen. Rutmer Heerma van de VVD Tweede Kamerfractie heeft gezegd, laten we nou gewoon eens nog eens een goede discussie intern hebben. Lijkt me heel verstandig. Maar ik ben niet iemand die nu zegt, laten we maar voor heel Nederland een algemeen vuurwerkverbod afkondigen. Maar deze discussie loopt toch al jaren? Het is niet dat het even dit jaar wat uit de hand loopt hier en daar. Nee, maar er zitten wel grote verschillen. Er zijn steden en gemeenten waar bijna niks fout gaat of niks. Geen problemen ontstaan. En er zijn er waar serieuze problemen ontstaan. Nou ja, daar heeft de gemeenteraad ook een rol. De gemeente kan zelf via zijn algemene politieverordening bepalen, dit deel van de stad geen vuurwerk. Dus er is veel meer mogelijk dan dat je op een gegeven moment zegt, wij gaan landelijk alles verbieden. Ja. Want dan moet je het ook waar kunnen maken. En nogmaals, we gaan niet allerlei mensen straffen die zich keurig gedragen en die normaal met toegelaten vuurwerk keurig netjes zich gedragen. Ik woon in een deel van Den Haag waar mensen zelf ook na het afsteken van vuurwerk de rommel hebben opgeruimd. De gemeente stelde bepaalde vuilnisbakzakken ter beschikking. En er lag de volgende ochtend niks meer. Nee, zo kan het ook. Er is wel iets afgestoken bij jou in de buurt? Jazeker. Alleen daar is niks misgegaan. En mensen hebben hun rommel opgeruimd. Moet je die mensen dan straffen door te zeggen, er mag niks meer?